like deze video als jij dit zou willen vinden in een restaurant. En negeer als jij dit zou willen aantreffen in een restaurant. Wij nemen een kijkje naar TikTok lifehacks. Over TikTok gesproken, volg me. En over restaurants gesproken. Leaving a bad tip for a bad waiter. Ooh. Grab the tip, put it in a cup. Put the menu on top, then flip it over carefully. Nee. Then slide the menu out from underneath the cup. Nee. And you have successfully done it. Dat is zo gemeen. Oké, dus deze man zei van hoe laat je een fooi achter voor een gemene serveerder? En je kent ze wel van die mensen die gewoon geen zin hebben om je te woord te staan in een restaurant. Of die gewoon met je eten knuffelen. Nou, dat was dus een manier om ze een fooi te geven die nogal nattigheid met zich meebrengt. Ik bedoel, je moet je voorstellen, als de serveerder nu het geld wil hebben, is waarschijnlijk alles super nat. Want het geld zit in het water. En ja. So me and Jack here are gonna show you guys how to get free Gucci. So you gotta come over to the perfume section. Nee. Find any type of perfume that you want. Dat kan niet. Right here. And what we do is... Oh. This is real Gucci. Oh, dat is best wel slim. Oké, dus ze zeggen van, ik ga jullie laten zien hoe je gratis Gucci kunt krijgen. Gucci is natuurlijk zo'n super duur designermerk, dus dat kost wat pegels. Nou, wat doen ze? Ze gaan naar de parfumsectie waar ze bij Gucci van die best wel luxueuze bandjes hebben waar je dus parfum op kunt spuiten. Maar... This is real Gucci. Bam! Swag out for free. Buying a ladder and posing as construction workers to see if we can get into the movie theaters for free. Oké, ze hebben een ladder gekocht en ze doen alsof ze een soort van werklieden zijn die dus de bioscoop in moet om iets te repareren. Kunnen ze daarmee gratis de bioscoop in? Alright, so we're heading into the movie theater. Sir, where's theater 6? We're fixing the theater. It works! It literally works! Dude, nee. We are literally in the theater right now. Bro! Hey, dat is wel geniaal. Het is een soort van diefstal, want ja, je steelt eigenlijk een movie theater ticket. Maar meer van, je kan... Nou, eigenlijk is een ladder ook best duur. Ik bedoel, ze hebben letterlijk net een ladder gekocht om de bioscoop in te komen. Was het dan niet goedkoper geweest om gewoon kaartjes te halen? Hmm. Maar misschien dat je dan met dat trucje vaker verschillende bioscopen in kan. En dan maak je er op een gegeven moment winst mee. Maar het is niet helemaal eerlijk. Het is wel een life hack. Alles gratis van een snoepautomaat. Hij wil 31. 1 dollar. Sterretje. 1. 7, 2, 8, 9. Hekje. Je hoort dat piep. En dan doet hij de 31. Wat hij dus wil. Nee! Oké, luister. Bij heel veel likes ga ik kijken of ik op deze manier een volledige vendingmachine kan leegkrijgen. Dat is denk ik niet legaal. Maar meer van... Oké, laat ik het zo zeggen. Ik ga proberen het trucje 1 keer te doen. Want ik ben echt benieuwd of het werkt. Dus eerst kijkt hij wat hij wilt. Nou, hij weet dat hij de chips Ahoy wilt. Dat is 31. Vervolgens doet hij 3-1. Dat is dus welke hij wilt. En daarna komt de code. Sterretje. 1, 7, 2, 8, 9, hekje. Dan hoor je een piep. En na die piep doet hij weer hetgeen wat hij wilt. Namelijk 31. En dan 3, 2, 1. Bazinga. We got it, bro. Claiming to be a genius or anything, but I do want to let you guys know that I have a lot of great ideas that I think could turn into something good. Ah, zij is geniaal. Ze zegt van, ik heb denk ik wel het idee dat als jullie mij volgen, dat ik jullie wat gave dingen kan laten zien. En terwijl ze vraagt om haar te volgen, laat ze iets gaaf zien. Dit is namelijk de beste manier om je Oreo's in melk te dippen. Pak een vork, Oreo erin, want Oreo heeft van dat cream. En dan dip je het en kan je het eten. It's pretty smart, bro. I'm with my lovely girlfriend, and literally as I was eating my burger, I placed my hand down here, and my pinky felt something. I'm like, what the hell is this? Look at this. Oh! Oké, dus hij zegt eigenlijk, als je in een restaurant bent en je gaat met je hand achter de bank, niet bepaald hygiënisch, maar stel voor je probeert het, is er best wel een kans dat je spulletjes vindt, zoals geld, wat mensen daar simpelweg door de tijd heen zijn kwijtgeraakt. Hij vindt $50. That's a lot of money. Dude, I'm gonna look around more of the seats so we can find some more money. Hij gaat verder kijken. Hij gaat niet nog wat vinden, toch? Yeah, I don't know. Let me try to move this. What the fuck? $20! Hij was $70! Nee, maar het gaat niet meer dan $70 worden. Dat kan niet. Ik bedoel, kom op, man. Het is iets wat je misschien met heel veel geluk vindt. Maar het is niet zo dat je je geld kwijtraakt. Of wel? No way. Wat is dat? Dat is een stek! What the hell? Wat? Oh my god, I gotta show Nicole. Look how much I found all throughout these seeds. I'm gonna have to tip them really good. Ja, je moet wel een mooie fooi geven. Want dit komt ook wel een beetje door het restaurant. Eigenlijk gewoon omdat ze bestaan. Oké, dus schijnbaar als je ooit eens ergens gaat eten. Bij een McDonald's of iets anders waar ze van die bank hebben. Check gewoon even of er iets tussen zit. AirPods lifehack. Als je AirPods zo in een doosje doet. En je
Wat dan? Oké, dus wanneer je je AirPods een beetje zo schuin in het AirPod-doosje doet en je zet ze dus aan, dan zou het als een speaker moeten werken. Dus dan kan iedereen het horen in plaats van wanneer jij die ze in je oren stopt. Dus eigenlijk is dat een soort van AirPod life hack. Ja, ik heb geen AirPods. Dat is meer van. Ik kan het niet proberen, maar like als ik het moet proberen. Oké, dus je hebt een stukje hout. Je draait heel snel op de bovenkant van een blikje cola. En dan... Hey bro, nee! Liet je nou dat blikje cola exploderen? Bro, you are kidding me. I'm gonna show you guys the easiest way to cut a quick pepper. Turn the pepper on its side, slice straight down. De makkelijkste manier om een paprika te snijden. Do the same thing on the other side. Voorkant, achterkant eraf. You got this nice circle, you're just gonna cut in. Je maakt the pepper. Ja, dat is best slim. Dat is best slim. Dan heb je zeg maar dat midden wat je niet echt eet, dat heb je niet. Maar je hebt wel alles benut van hetgeen wat je wel wilt hebben. Now you got this beautiful ribbon of pepper. Slice it into about four pieces. Whip it, slice it, chop it. Cut each piece into strips. Waarom ben ik een paprika tutorial aan het kijken? Wat doe ik? Beste manier om een broodje ei te maken. Oké, dus een broodje met ei. Eerst heb je je ei. Alright, sounds good. Leg je een broodje in. En nog een broodje erin. Wacht, hoe ga je er nu een broodje ei van maken? Niet waar. Wacht, ik denk dat ik al weet waar dit naartoe gaat. En dan whip je hem aan de overkant. Wat een broodje ei! Wat? Dat is zo... Ik heb er nooit zo over nagedacht. Dat is echt heel slim. Weet je, soms klieder je wel eens met dat ei op het broodje krijgen. Maar dit is gewoon letterlijk allemaal in dezelfde pan. Zeg maar, toen hij dit deed, vroeg ik me echt af van wat doe je? Dit is toch niet nice? Je hebt nu niet echt een broodje ei. Je hebt gewoon ei met brood zo bij elkaar gegooid. Maar dan doet hij de ene kant op de andere kant... You got your egg sandwich over there, bro. Delicious. So I bought a bag of sugar cookies, and I had some Flamin' Hot Cheetos laying around. Which got me thinking. Would Flamin' Hot Cheetos taste good in sugar cookies? Okay, ze had dus nog een koekjesmix en ze had nog van die Flamin' Hot Cheetos. En ze gaat kijken of ze dat kan combineren tot een koekjesrecept. Koekjes met chips. Okay, ik ben benieuwd. Let's find out. Butter. Melted butter. Pour it in the mix. Get a little bit whiskey. Egg. Gonna crush up some Flamin' Hot Cheetos. Okay, nu komen de Cheetos erbij. Just trying some of the raw cookie dough. Hoe smaakt het deeg? I think it's gonna be good. Ready to go in the oven. Oh, wat? Gaat dat lekker zijn? Weird food combo, Flamin' Hot Cheetos and a sugar cookie. Hoe smaakt het? It's really good. Smaakt het lekker? Maar ja, zij is gewoon lekker. It's a Flamin' Hot Cheeto and a cookie. What do you think? I like it. Mensen vinden het lekker! What did you think of the cookie? It was amazing. I've never had a Flamin' Hot Cheeto cookie, but I'm going to have like 8 more tonight. En ze zegt van, ik heb er nog nooit één gehad, maar vanavond ga ik er nog 8 bij nemen. Iedereen vindt het lekker! Ik had echt niet verwacht dat iemand het lekker zou vinden. Bruno, do you want a sugar cookie? Een kat? No, you just want pets. So this weird food combo was a success. I'm bored, so let's go try a weird food combination. Oké, ze gaat een rare voedselcombinatie proberen. Wendy's. So I got chocolate and vanilla because science. Oké. Taking my fry. Patatje. In the vanilla. In de vanille milkshake. Mmm, it's okay. Het is best nice. Try the chocolate. En met chocolade denk ik nog lekkerder. Nee. I don't know why people like this. Ik denk dat als je gewoon trek hebt, dat alles lekker smaakt met suiker en patat. Dat de reden is. Ik heb het eens een keer geprobeerd. Ik vond het best nice. Now, because I have fries, I decided to get mayo. Ze heeft mayonaise. And try that, because people dip their fries in mayo. Is dat raar om je patat in mayonaise te dippen? Dat is toch een beetje de meest common saus. Because I really don't like mayo. Oh ja, ze houdt niet van mayonaise. No, that's too much. I can't. Not for me. Ja, ik vind mayonaise ook niet zo lekker, maar meer van... Kan wel. So if you didn't know, I love me some weird food combos. But my friend Sean, say hi Sean. Hi Sean. His food choices are pretty bland. So I'm gonna make him try a bunch of weird food combos. You excited? No. Okay, dus het ding is, hetzelfde meisje van met die hot Cheetos koekjes. Ze heeft een vriendje. Dat vriendje houdt niet zo van vreemde voedselcombinaties. Zij wel. Dus ze gaat er een aantal voor hem maken. Ik ben benieuwd of hij het lekker gaat vinden. Nutella? Oeh, here met you go. Pizza. Nutella. Yes. How do you think it's gonna go? I don't know, but I'm gonna do it Nutella side down. Ik denk dat het lekker is. Why is that good? It's the best of both worlds. You got pizza, then Nutella. Let me try. Nutella side down. Nutella side down. Oh my god. This is really the best thing I've ever had. Dat is eigenlijk een beetje smerig. Maar meer van, ja, op zich pizza en Nutella. En Nutella is nice. Pizza kan je ook niet veel aan veranderen. Dus ik denk dat als je dat samen... Ja, dat kan wel. Weird food combo. Oreos en mayo. Oké, dat is echt gewoon smerig. Sorry. Can we put it inside? Fine. Your Oreo sandwich, dat sir. Dat is gewoon echt smerig.
Ik wou net zeggen, dat kan niet lekker zijn. Dat is gewoon smerig. Een Oreo met mayonaise. Ijoe. Kom op, man. Dat is ook gewoon... Het klinkt, zeg maar, mayonaise is ook niet echt iets wat je gewoon zomaar overal mee kunt combineren. Nutella wel. Team Nutella. What it tastes like? Mayonnaise. You really struggling? Waar smaakte het na? Mayonaise. Ja, ja, dat kan, want het is mayonaise. Got our Takis, I brought Fuego, I brought Nitro. So we got our Nutella, we got our Takis. Wat heeft zij toch met Nutella en chips? Got our twins. I don't want to do een tweeling, this. Nutella en chips. This is weird. How many are we have to eat? So one of each. He's going first. Let me get the bite. Dipped it. That's actually really good. Hey, what do you like about it? It has like a sweet and spicy taste. Ik vind het ook wel grappig hoe ze echt tegelijk iets zeggen. Ja, op zich, ik zeg het net al. Nutella. Cannot go wrong with that. TikTok lifehacks. Even onze EP's. Geld vinden in een restaurant. Een gemene fooi geven. Nutella. Volg me op TikTok. Like en adios.